Het verkiezingsonderzoek in het LIS-panel heeft eigenlijk twee componenten. Het eerste is dat we het in het LIS-panel doen en dat is een panel dat is opgezet voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is eigenlijk op drie manieren anders dan veel andere panels in Nederland. Het eerste manier is de werving en dat is toch wel heel belangrijk. We beginnen met een representatieve steekproef van het CBS. Vervolgens worden mensen telefonisch benaderd en als ze telefonisch niet te benaderen zijn, dan gaan we er langs. En daarmee voorkom je, en heel vaak wordt gevraagd of mensen zelf mee willen doen. Hè? En dan zijn er mensen die zeggen, ik heb een mening of ik sta voor aan, die willen meedoen. Bij ons is er dus een interviewer, of aan de telefoon of aan de deur, die ook mensen die aarzelen en zeggen, nou, ik weet niet of ik er veel van af weet, of ouderen die zeggen, ben ik daar niet te oud voor. Die interviewer kan ze motiveren om mee te doen, waardoor wij een veel representatievere groep hebben. Wij hebben niet alleen de mensen die vooraan staan om hun mening te geven, maar wij hebben echt een brede groep. Dus dat is het eerste. Nou, ten tweede, wij doen natuurlijk zoals heel veel andere panels, doen wij online onderzoek. Maar als mensen geen computer hebben, en dat is toch nog steeds een kleine subgroep, dan verstrekken wij een eenvoudige computer met eenvoudige programmatuur, helpen we ze ook weer installeren, zodat ze wel mee kunnen doen. Ja, en als derde, en dat is toch ook wel een heel belangrijk punt, dat is dat wij betalen, we geven een serieuze vergoeding, we vragen iets serieus, namelijk antwoorden voor wetenschappelijk onderzoek, we geven een serieuze vergoeding voor. Nou, dat zie je dat dat helpt om mensen te motiveren om mee te doen aan het panel, maar ook om te motiveren om mee te blijven doen. En daar zie je weer dat dat is voor iedereen geldt, maar vooral voor mensen met een lage opleiding en lage inkomen, zie je dat die beter vertegenwoordigd zijn in het panel. Nou, dat maakt dus dat we een heel goed panel hebben. Wat doen we dan verder in dat verkiezingsonderzoek? Daar zeggen we, we stellen de vraag anders. Heel vaak wordt gevraagd, nou, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, wat zou je dan gaan stemmen? Mensen één partij, soms mogen ze twee of drie partijen. Wij geven ze eigenlijk de ultieme kans om hun twijfel te laten zien. We vragen, kunt u per partij aangeven hoe groot de kans is dat u daarop gaat stemmen? En dat moet dan optellen tot 100%. We vragen ook hoe groot überhaupt de kans is dat ze gaan stemmen. Dat vermenigvuldig je dan met elkaar. En daarmee krijg je dus eigenlijk dat hele spectrum in beeld. Van hoe twijfelen mensen? Denken ze aan één partij? Denken ze aan vijf partijen? Nou, dat is wat wij daarmee in beeld krijgen. Zijn er al eerste uitslagen? Ja. De eerste uitslagen zijn op 25 januari geproduceerd. En als we bijvoorbeeld kijken naar afgelopen 30 januari, nou, dan zie je dat bij ons, doordat mensen die hele twijfel kunnen weergeven, dat de partijen wat dichter bij elkaar liggen eigenlijk. Dat is toch het effect. Dat maakt dus ook dat bij ons de PVV niet de grootste partij is. Het is eigenlijk samen met de VVD zijn dat de twee grootste. En dat partijen als D66, PvdA, blijkbaar zitten die wel in de overwegingen van mensen. Dus dat stuurt die aandelen van die partijen iets op. En dat, ik denk dat dat op dit moment de belangrijkste verschillen zijn. De resultaten die op de website verschijnen, dat is steeds van de afgelopen 7 dagen. Dus de dagen ervoor, die gaan eraf. Dus het verschuift wel langzaam. Hè? Het is natuurlijk niet dat je in één keer grote verschillen ziet. Dat is ook niet reëel, zo is de werkelijkheid ook niet. De verkiezingen op 15 maart. Hoe groot mag de marge van jullie dan zijn dat je tevreden bent? Ja, dat is een goede vraag. Het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk of je de verhoudingen goed hebt. Dat is natuurlijk. Krijgen de verhoudingen ten opzichte van elkaar. En we hebben natuurlijk altijd onzekerheidsmarges. En die geven we ook echt aan in de resultaten. Je kan nou eenmaal niet op een grond van een steekproef, van geen enkele steekproef, kan je zeggen, dit worden de resultaten. Er zit altijd een onzekerheidsmarge in. Die geven wij ook heel duidelijk aan. Dus dat is in ieder geval de marge waar we naar kijken. En verder is het voor ons, zou het voor ons, zijn we tevreden als de verhoudingen van de onderlinge verhoudingen van de partijen, als we dat goed inschatten.